Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een nieuwe Immortals Fenyx Rising video. In de vorige aflevering waren we geëindigd in chaos en we gaan keihard verder. Deze video's zijn trouwens gesponsord door Ubisoft en holy crap, zie je? We hebben hier de zoon van Achilles, waar we mee te maken hebben. En dit is best een probleem volgens mij, deze gozer. Oh, snap. Oké, dodgen, nice. En nog een keer dodgen. Ja, lekker. Oké, we dodgen wel aardig, moet ik zeggen. Lekker, man! We dodgen eigenlijk best wel heel goed. Yo, we dodgen nu alleen even niet goed. Ik heb wel 7 potions, dus op zich, ik weet niet wat dit voor gozer is. Maar ik vraag hem even vriendelijk om normaal te doen, want hij gaat helemaal los met zijn speertje. Au. Nu dodge ik 2 keer niet goed. Doet gelijk heel erg veel pijn. En ik dodge nog een keer niet goed en het doet weer heel veel pijn. Kom op. Sukkadee, lekker. Oké, cool. We gaan jou pakken, vriend. Au. Althans, dat hoop ik, dat we je gaan pakken. Ik doe in ieder geval heel erg mijn best. Met je freaking speren. Hoeveel smeren heb jij? Doe normaal. Schim van Achilles, hoe sterk ben jij? Hoeveel klappen moet ik jou geven? Dit zijn echt niet normaal veel klappen die ik jou moet geven. Lekker. Volgens mij is hij bijna op de helft. Oh, dit was niet lekker. Dit deed heel veel pijn. En dat allemaal omdat we Aphrodite hebben geholpen. Ik dacht dat Achilles een good guy was. In deze mythische wereld. Maar blijkbaar niet. Blijkbaar is hij helemaal lijp geworden. Hij is overgenomen door Typhon. Door de bad guy uit deze game. En we gaan hem pakken, jongens. Het voelt goed, dit. Het voelt heel goed. Oh, ik moet wel een beetje gefocust blijven. Anders gaat het niet goed komen. Hoppa. Oké, rustig aan. Rustig aan, zeg ik toch. Nice. Oké, cool. Ja, lekker. Dat was een goede dodge. En die kunnen we niet dodgen. Ik ga nog in ieder geval een potion gebruiken. Wat sta je trouwens te huppelen? Wat ben je nou aan het huppelen, joh? Dat past toch helemaal niet bij Achilles? Ik weet niet of Achilles vroeger ook zo huppelde, maar lijkt me eigenlijk niet. Hoppa. Ja, oké. Oh ja, nice. Hij is bijna kapot. Nog 1 klappie. We hebben hem. Oh, huh? Hallo? Oké, hij is alleen nog maar verdwenen, blijkbaar. We hebben een schimmenhol ontdekt. Dat is gelijk een nieuw scheldwoord voor als je broertje een scheet heeft gelaten. Jij goor schimmenhol. Hou hem even dicht, joh. Hé, maar Aphrodite. Ik had dat goddelijke scheerschuim... Nee, dat zeeschuim naar jou toegebracht. Maar dat ging toen even helemaal fout. Wanneer iemand hem provoceert, stuurt hij één van zijn schimmen. Aphrodite is een en al liefde. En ze begrijpt niet dat er ook boze dingen in de wereld zijn. Dat was niet de echte Achilles. Hij houdt zich schuil. Oeh, wat een mooie vlinder. Kijk. Kijk. Ze kan zich weer bewegen, jongens. Kom je tot leven, Aphrodite? No one says that. Tough crowd. What about the root blocking your essence? It's just that some people I care about have been turned into stone. So I'm quite keen to... Nope. Oh. Om een of andere reden zit die wortel nog steeds stevig vast. Blijkbaar zijn we nog niet klaar met Aphrodite. Kijk! Ja! Ze kan haar appeltjes gaan voeden aan de dieren. Waar ga je naartoe? Heel die boom is gewoon in één keer verdwenen. Ja, dat was inderdaad raar. Hey, Hermes is er ook weer. You have to bring Aphrodite back to her beautiful snarky self before I go crazy. By the gods, where did you come from? Behind you? Does it matter? Don't worry about me. Focus on finding another way to shrivel that root. So what? Saltier, more mythical water? Goed gesprek wel. Wait, what about Aphrodite's tears? Moet de Aphrodite's tranen gaan vinden? They be salty and powerful. You really know your stories, kid. Hmm. Her tears just might work. If you put them directly on the root, blocking off her essence.
Aha. Now, where did Typhon hide them? You should search the vaults. We moeten de kluizen van Tartaros in de buurt doorzoeken. We moeten op zoek naar 3 tranen. All right, we have a plan then. Please hurry. Until Aphrodite is back to herself, who will I talk to? All right. Whatever this is that you're wearing. What's wrong with what I'm wearing? Zit hij nou mijn kleding ook te beledigen? Eerst had hij mijn hoofd beledigd en nu gaat hij mijn kleding beledigen. Wat een eikel. We hebben dus net een zegen gekregen, een zegen van Aphrodite. En als je nu doodgaat, dan word je 1 keer word je gerestored. Dus dan ga je niet echt dood. Nee, dan, nou, dat is nice. Er zit een 20 minuten cooldown op, dus dit is wel even welkom, jongens. Maar voordat we die tranen gaan halen, ga ik even mijn potions upgraden, want dat is super nice. Met deze vergroot je de schade tot 40%, dat wil je echt hebben. En laten we deze ook maar even doen, want dan krijgen we meer healing. Hebben we nu nog niet echt nodig, maar kan wel handig zijn voor de toekomst natuurlijk. Kijk, hoppakee, even lekker, even dat dingetje schoonmaken, ja. En zo hebben we wat dingetjes verbeterd aan onze potions. Oké, nu naar die tranen vliegen. Hoppakee. 500 meter die kant op. Kijk, daarboven op die tempel ligt trouwens Ambrosia. Dat wil ik ook wel even pakken. Trouwens jongens, als je dit een leuke video vindt, vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. En laat even een reactie achter, dat vind ik leuk. Dan pak ik even deze Ambrosia op. Hoppakee, daar heb ik er nu 5 van. Nog eentje en dan krijgen we meer HP. Dus dan kunnen we meer klappen vangen. Dat zou super chill zijn. En hier ergens moeten we zijn. Dit is het gebied waar we de eerste traan gaan vinden. En ja, ik heb zo'n vermoeden dat we hier naartoe moeten. Deze poort moeten we openmaken. En daarvoor moeten we 3 lichte objecten hier opleggen. Kijk, ik zie hier al kleine steentjes. Dus dit is helemaal top. Yes, oké. Het derde steentje. Laat maar vallen. En kijk, ja hoor, dan is die open. Eens even kijken of we die traan kunnen vinden, jongens. Oh, ligt dat gewoon hier in het kistje? Zou die gewoon hier liggen? Nou, het lijkt erop dat ik hem nog niet heb gevonden. Blijkbaar was dit het helemaal niet. Want daar zie ik nog een andere opening of een hal. Volgens mij moeten we daar naartoe dan. Ja, daar lijkt het wel op. Oké, wat moeten we hier doen? Ik zie hier in ieder geval een gat. Hier moeten we even in. En deze moeten we even activeren. Kijk, nu hebben we 1 van deze bollen hebben we aangezet. Eens even kijken hoor. Hier is een portal ding. En dan gaan we hem zo proberen aan te steken. Dit is nog lastig. Oké, schiet hem maar gewoon hier doorheen. En dan moeten we een duik maken. Maar dit is niet heel makkelijk. Oef. Misschien moeten we hem daar doorheen schieten. En dan zo naar links. Ja. Die was mooi. Oh, kijk. Nu kunnen we hier omhoog. Ja. En dan moeten we hierboven waarschijnlijk iets doen. Juist. Hier is nummertje 2. En dan hebben we hier nog een muur die kapot kan. Yes. En daar moeten we even dit ding vanaf halen. Zo. Yes. En juist. Portal nummer 3. Dan kunnen we nu hierin. Oh gosh. Nou ben ik heel benieuwd. De nood van Calliope. Eens even kijken. We moeten denk ik de juiste knoppen aanzetten. Dat zijn dan deze 2. En dat zijn deze 2. Want dat staat daar tegenover ons op de muur. En dan kunnen we omhoog vliegen. En nog verder omhoog vliegen. Oké, en dit is hetzelfde. Even kijken. Dit is dan helemaal in de hoek. Dan moeten we hier deze 2 pakken. Hé? Zou je toch zeggen dan? Oh, wacht. Ik moet de donkere, denk ik, aanzetten dan. En niet de lichte. Dan is deze goed. Deze goed. Deze goed. Deze en... Oh, deze! Auw! En dat was het. Hier zien we denk ik alvast de oplossing voor de volgende. Even kijken hoor. Dat zijn 3 linker. Dan die daarboven, daarnaast. Ja, dit patroon moeten we onthouden. Even de donkere blokken onthouden. Even kijken hoor. Dat zijn dan deze, deze, deze en deze. Dan deze. Dan moeten we er eentje overslaan volgens mij. Moeten we naar beneden en nog eentje overslaan. Zo, en dan eentje naar rechts. Dan zou dit er moeten zijn. Ja! Ja! Lekker! We gaan hard. En een bliksemschichtje van Zeus. En met die bliksemschicht kunnen we als het goed is nu ons uithoudingsvermogen upgraden. Kijk maar, hoppakee. Verbeteren die handel. Training. Yeah. Kijk hem gaan. Oh, wat? Herman staat gewoon op zijn rug. Serieus? Alright, lekker. En door naar de volgende traan. Lijkt wel Fortnite dit, jongen. Alsof je net uit de battlebus springt. Oeh, en een nieuwe Ambrosium. En hiermee kunnen we dus nu ook meer life bars krijgen. We hebben er nu 6, dat is precies genoeg. Maar eerst eventjes hier naartoe. Want we zijn op zoek naar traantjes. Even kijken hoor. Ze brachten een venkel en kool mee naar het feest in de geest van Adonia. Even kijken, volgens mij is dit
Een tempel. Maar daar kunnen we ook nog niet naar binnen. Kijk, hier is allemaal sla. Ja. Oké. Ik snap hem. We moeten dus meer sla hier naartoe brengen. Kijk, hoppakee. Sla nummer 1, alstublieft. Ik ga gewoon een nieuw beroep kiezen, jongen. Ik word gewoon groenteboer. Prachtig. Hoppakee. Groente nummer 2. En groente nummer 3. Hoppakee, poortjes open, nice. Nu alleen nog even hier naar binnen. We moeten hier met behulp van dozen moeten we even naar de volgende plekjes elke keer. Naar de volgende platformen. En hier moeten we uitkijken dat we niet tegen deze vuurballen aanlopen. En dat gaat helemaal goed komen. Ja, kijk, hoppakee. De tweede traan hebben we te pakken. Oké, let's go. Jump. En vliegen. Nice. Deze moeten we ongetwijfeld daar naartoe meenemen. Ja, kijk, zie je wel. Deze moeten we hierop leggen. Waarschijnlijk ook allebei. Ik denk dat 1 nog niet genoeg is. Nee, de tweede mag hier ook bovenop. En nu mogen we naar boven vliegen. Yay! Even wat Rikachu power erbij. En door naar de derde traan. Maar die gaan we zoeken in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je elke dag Nintendo video's wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rikachu. Mazzel!